Hallo. Welkom bij weekvlog nummer 40. Nou, waar we vorige week de aankondiging op de Stekenjok deden in de kou en de regen, staan we nu ver boven de poolcirkel. En hebben we een zonnetje vanochtend. En gisteren trouwens ook. Ja, is top. Het is wat top weer. Met prachtig uitzicht achter ons. Maar jullie gaan wel de Stekenjok zien deze week, de wildernisroute. De wildernisroute, ja. We hebben meerdere watervallen gezien. Hele woeste trapwatervallen, gewoon hele mooie natuur. We hebben de berenroute gereden. Nou, en of we beren hebben gezien, dat zie je natuurlijk wel in de vlog. We hebben leuke campings gehad. Wat hebben we nog meer gedaan? Ik denk dat ze gewoon moeten kijken. Ja. Kijk maar gewoon. Het is weer gewoon een hartstikke leuke video geworden. Oké, nou, heel veel plezier. En... Nou, we hebben zo'n 130 kilometer gereden over de wildernisroute. En hier staan wij nu. Op een camping in Gaderde. Ik hoop dat ik het goed zeg, waarschijnlijk helemaal verkeerd. Maar prachtig uitzicht dus. Hier is Rudolf bezig met de caravan aan het installeren. Misty heeft alweer lekkere water gehad. En we staan helemaal vooraan, want het is natuurlijk... geen hoogseizoen meer en je kan lekker hier vanaf de camping wandelen. Hallo allemaal, het is vandaag dinsdag. Ja, dinsdag. En we hebben vanochtend een stukje gereden, zo'n kleine 200 kilometer. En we zitten nu op in Gaderde, op de camping, ook in Gaderde. En dat zit dus op de wildernisroute van Zweden. En ik ben even met Misty aan het wandelen. En de bedoeling is, want het is nu 5 uur, dat we zo de berenroute gaan rijden. Die zit hier vlak in de buurt. En is een gravelweg. En dan misschien dat we elanden of beren tegenkomen. Zou leuk zijn, of niet, ik weet eigenlijk niet. Maar in ieder geval, dat gaan we proberen. En ga nu eerst even een stukje met Misty wandelen en jullie even laten meegenieten van het uitzicht. En er zijn hier ook allemaal paddenstoelen al. Dat heb ik al eerder gezien in Zweden, maar hij is nog niet gefilmd. Maar het is al hier paddenstoelenstijd. Dan lopen we richting de caravan. Daar staat hij. Even naar ons raam. Kijk eens, hebben we dit uitzicht. Nou, we hebben ook een idee. We rijden de berenroute tegen de avond. Zo van, daar komen de beren meer naar de dam. Maar zoals je ziet, het komt met bakken uit de lucht. Dus die
beginnen die beren lekker in hun hol blijven zitten. Broodjes smeren. Dat ze broodjes aan het smeren zijn. En dat zal ik ook doen. Nee, het is sowieso natuurlijk een kans van 1 op, ik weet niet hoeveel dat je er altijd ziet. Maar ja, er zit ook een hele mooie waterval langs deze route, daar zijn we nu vlakbij. Maar ik weet niet of we de auto uit gaan. Dus wordt vervolgd. Nou, we gaan nu naar de waterval. Dus dat is de bedoeling. Geen idee hoe ver het is. Regenjas aan van de Obelink. Ja, jij? Ja, ja. En dit paadje maar af. Het zijn geen beren, maar het zijn vogels. Maar wat voor vogels? Ik weet het niet. Stop, stop, stop. Niet te hard, niet te hard, niet te hard. Weer vogels. Tot nu toe geen beren. Wel twee gekken in een auto, maar geen beren op de weg. Haasje. Een haas, vogels. Geen elanden. Geen rendieren. Heel veel gaten in de weg. En wel een mooie route. En de auto tonnen smerig, ja. Maar Rudolf houdt van autowassen, dus dat komt helemaal goed. We zijn aangekomen bij de Vikingskapel. Maar voordat we dat gaan bekijken, gaan we eerst even onze auto bekijken. Want dit is dan het resultaat, zeg maar, van een gravelweg met regen. Dus binnenkort maar even een wasstraatje zoeken. Dit is het informatiebord wat erbij staat. En zoals je ziet, zouden hier dus elanden moeten zijn en beren. Hebben ze nog niet gezien, maar wie weet komen ze nog tegen. Thank you.
Janne gaat kijken of de deur open is, maar hij is open. Dus we kunnen naar binnen. Een beetje historie. Historie. Kijk, alles is dicht. Zet de nummertjes op. Ja, daar rijden. Maar deze is gebouwd in 1799. Door vier plaatselijke. 14 plaatselijke. Boeren. Boeren. En is door de jaren heen natuurlijk wel wat uitgebreid. Maar alles van hout. En het heet dus het Viking Kapel. Ja, dit is nog van de pastoor. En je kan hier zo de kansel op. Moderne stofzuigertroosten, Romina. Nou, ik vul gewoon alles. Alle blakjes. Nou, dit is dus een kansel. Nooit geweten dat het zo heette. En dan kijk je. En dan kijk je hier zo op de kerk en de Bijbel mag natuurlijk niet ontbreken. Nu sta ik op de plek waar de organist dan normaal staat. Kraakt wel. Hier is het orgeltje. En hier kijk je van bovenaf in de kerk. Twee andere. Er waren vandaag ook nog andere mensen voor ons. Rudolf zet even zijn naam in het schrift. En dan zit hij ook nog bij Karavitsky. Nou, Lianne wees mij er net op. Er staan hier ook nog grafstenen. Nou, dit is er eentje uit 1858 en 1870. Maar, kijk. Ook bijvoorbeeld uit 2018. Dat is gewoon een steen. Even door, want er staan er niet zoveel. Hier hebben we een oudere, 2006. En hier uit 2023. Goedemorgen allemaal, dan gaan we weer een dagje rijden. Het is lekker regenachtig vandaag. En morgen ook weer, dat weten we. Maar het is nog maar even zo. Achter mij zie je de receptie van deze camping in. Ja, ik zeg Gadderde, maar het is waarschijnlijk Gadderde, omdat het een A met puntjes is. En het is een heerlijke plek aan het meer. Sanitair is prima in orde, het is gewoon basis. Ze hebben ook allerlei chaletjes en stoelgaas. Er waren nu ook allemaal mensen die aan het jagen zijn, want het is jachtseizoen op de eland in ieder geval. En op de beer jagen ze niet zoveel. Dan heb je speciale honden voor nodig die dat... de beer kunnen ruiken als hij toch geraakt is. En dat is toch wat anders. Maar het is gewoon een hele leuke camping. En simpel. Ook een aantal vaste plekken. Kijk daar. Nou ja, daar stonden wij. Heerlijk plekje aan het water. Maar dat kon ook wel in september. Was het niet zo druk. Daar heb je, kan lekker binnen zitten. Koken, afwassen. En het sanitair is daar ook. Maar ja, dit uitzicht, dat doet het hem toch wel. Het is heerlijk rustig s'nachts. Overdag trouwens ook. Dus een heel mooi plekje.
bedenk wel dat als je van de grote weg afgaat, dat je auto wel wat te verduren heeft. En dat vergeet ik er nog bijna. Gisteravond was het even een uurtje helder. En ik zag in één keer sterren. Ik denk van, goh, ik draai me om. En ja hoor, ik zag gewoon het noorderlicht helemaal zo twinkelend naar beneden komen. En het was ook maar 10 minuten, een kwartier. En toen was het alweer weg. En toen werd het weer bewolkt. Het was heel bijzonder om te zien. Dus deze camping houdt een speciaal plekje. We rijden nog steeds op de wildernisroute. En dit is nu de Stekenjokpas waar we nu overheen gaan. Het is eigenlijk, een hooglandschap. Het is heel erg mooi. We hebben net beelden gemaakt van af de Stekenjok. En het was dus koud, dachten we. Voelden we. En regen natuurlijk. Maar we kijken eens even op de temperatuurmeter van de auto. Maar het is ook 2 graden, dus het is terecht ook koud. Nou, wij gaan weer verder rijden. Stonden we net met 2 graden bovenop de Stekenjok. Zijn we nu in Ankarede. En wat is hier? Ja, dat gaan jullie zo zien. Daar lopen we nou naartoe. Recht voor ons staat een oude Sami-kerk. We zijn natuurlijk in Lapland, of zitten tegen Lapland aan. Het is net niet, geloof ik, Lapland. Maar dit is een Sami-kerk. En die wordt ook nog gebruikt voor vieringen van Sami's, heb ik gelezen. Midsomernachtfeest wordt ook hier gedaan. Oh, midsomernachtfeest wordt hier ook gedaan. Ja. Dus dat vindt hier dan allemaal plaats. Dus we gaan eens even kijken of die open is. We lopen nu richting de kerk. Lianne trekt aan de deur. Stinkt. Hij is dicht. Ja. Lianne zegt net, er is ook een Sami-dorp nog. Daar kunnen we naartoe lopen. Hier links. Dus gaan we daar even kijken. Ik zal even laten zien, want de Sami's zijn hier ook naartoe gegaan vanwege dat hier vlakbij water zit. Dat dit dus een strategische plek was, stond er net op het bord. Ik lees net op dit bord dat er 51 Sami-dorpjes nog in Zweden zijn. En dit is er dus één van. En
En ze moeten het dus hebben van de rendieren. Maar ja, wij hebben nog geen rendier gezien. Oh ja, onderweg naar de Stekenjok in de verte wat. Maar nog niet zo'n hele kudde heel dichtbij wat we in Noorwegen wel eens gezien hebben. Maar misschien komt dat nog. Nou, zoals je kan zien op de borden zit hier allemaal wandelroutes, maar dus ook in de winter langlaufroutes en sneeuwscooterroutes ook. Die zie je hier ook veel. En die sneeuwscooterroutes kun je zien aan rode kruisenbordjes. Hallo allemaal. We staan nu op een camping op de helft van de wildernisroute. Camping Blasjoens of Camp Blasjoens, Stora Blasjoens. En dan heb je dit uitzicht. En dan sta ik niet waar onze caravan staat, die staat aan de andere kant van de weg. Maar ik loop even met Misty. En dan heb je weer een meer. Het is even droog, dus we kunnen even wandelen. Nou, dit zijn alleen maar camperplekken. Kijk eens. Hier mag je met de caravan niet staan. Volgens mij is er ook geen elektriciteit hier. Het is ook vechten voor een plekje. Iedereen wil hier graag staan, ondanks dat het hartstikke druk, rustig is. Zijn deze plekken allemaal bezet. En wij lopen nog even een stukje door. Ze gaat maar 18 meter naar beneden, maar moet je kijken wat voor kracht, joh. Mooi hoor. En de wandelroute heeft ook plankjes. We rijden op de wildernisroute. We zijn net over de Stekenjok geweest, een hoge pas. En we rijden nu weer richting Wilhelmina. En dan ga je aan deze kant, aan de noordkant, een beetje naar beneden. Maar de weg is wel slecht. Nou, je ziet, het hobbelt en het waait. En door de regen, het spat alles op. Het is echt nu al 20 minuten hobbelen. Ja, het komt ook door de caravan. Ja, komt ook door de caravan. Dus rij je met de caravan, dan is het hobbelt het toch wel iets meer, moet ik zeggen. En het waait flink, ik zie die bomen ook flink tekeer gaan. Nou ja, we mogen nog een stukje. Hallo, het is vandaag vrijdag. We hebben een stuk gereden vandaag, zo'n kleine 300 kilometer denk ik.
vanaf camping. Weet je ook alweer? Stora Blochon of zoiets. Bij de wildernisroute dus. En nu zijn we een stukje noordelijker. Op de E45. Richting Jokmok. En we zitten nu in... ik heb net nog weer gekeken en dan ben ik het alweer kwijt. Zorselen. We staan nu op camping Zorselen. Maar misschien wel goed om te zeggen. De vorige camping kregen we vanochtend weer op de deur geklopt. Ja. Om 8:30. Kwart over 8. En... wij lagen eigenlijk nog in bed, omdat het ook al regende. Dus we hadden zoiets van, nou, we blijven nog even lekker liggen. Maar het hele lekkere, warme kaneelbroodjes. Ja. 2 stuks. Ja. Dus kreeg je service van de zaak. Dus hartstikke leuk. Nou, vandaag verder wel een leuke rit gehad. Mooie rit ook, de wildernisroute. Alleen jammer dus dat het regende. Later werd het wat droger. En het was heel hobbelig, de noordkant. Ja, en het was heel hobbelig, ja. Ja, en dat hebben we ook opgenomen. Oh ja, we hebben net in de caravan gezien dat dus de boeken waren omgevallen. En alles heen en weer gehobbeld, plantjes omgevallen. Dus het was een grote bende in de caravan, door het gehobbel. Ja, maar goed, we staan nu... het is een Zorselen. En nou, nog zo'n 250 kilometer richting Jokmok. Daar is de Poolcirkel. Daar gaan we morgen naartoe. En het wordt vanaf morgen beter weer. Alhoewel, ik heb nu wel de jas aan, maar meer omdat we regen verwachten nog even. Maar het is hier 16 graden of 17 graden. Ja. Dus een stukken beter dan waar we vandaan kwamen. Ja. Toen was het 10 of zoiets. Terwijl het dit noordelijker ligt. Maar goed, wij gaan verder wandelen. En tot... oh nee, dat mag ik niet meer zeggen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Nou, Lianne, vertel maar, want we zijn hier aan het wandelen. Ja, we doen even een rondje rond het meer. Maar we komen eigenlijk tot de ontdekking dat we in een openluchtmuseum lopen. Allemaal sami-huisjes, de koeler, de droger, een boerderijtje. Dus eigenlijk overal staan bordjes. Dus voorraadshut. Voorraadshut hebben we gehad. Nou, dit is een boerderij. Ja, en aan de overkant staan ook allemaal bordjes. Attakkankloven. Nou, dat is ook een boerderij of een schuur. Ik zat geen vertaling, maar dat is wel een gebouw. Volgens mij is het een schuur, Logan. Ja. Lagen. Mooi. Mooi qua vorm, maar ook een houtje met een mooi vliegtuigsteun is. Nou, dat was hem alweer. Ja. Zit er alweer op? Helaas. Wij staan op punt om weer verder te reizen naar een volgende plek. Volgende week gaan jullie denk ik wat meer zien van het leven boven de Poolcirkel. Ja, en mag ik al verklappen? Ja, weet ik niet. Het Noorderlicht. Oh, het Noorderlicht. Op zoek naar het Noorderlicht, ja, volgende week. Ja, gaaf. Degene die ons volgt op Instagram heeft het natuurlijk al lang gezien. Maar dat was wel heel bijzonder, heel bijzonder. Dus volgende week gewoon weer kijken. Ja, en als je het leuk hebt gevonden... Geef een duimpje. Als je nog geen abonnee bent, druk op die rode knop. En reis met ons mee en wat gratis abonnee. En reacties. Ja, reacties hartstikke mag. Leuk. Ja. Ja, hartstikke leuk. Nou, tot volgende week. Doeg. En dit doen we allemaal voor jullie, hè. Trouwe kijkers, dat we door de regen, hartstikke koud, allemaal dit soort dingen gaan bekijken. Zodat jullie wat moois kunnen zien op de vrijdagavond. Of de zaterdag of zondag. Maar dit is het Sami-dorp.